ontzettend bijzonder. Twee scholen die nu apart staan, die krijgen nu samen een gebouw. Bijzondere inrichting ook, waar veel daglicht bij is. En heel leuk was natuurlijk dat de kinderen op de paal hun handafdruk hebben gezet met allemaal kleurrijke verf. Dus dat blijft een blijvende herinnering van de kinderen als onderdeel van het schoolgebouw. Er zijn best wel een paar nieuwe scholen bijgekomen, althans die worden ook gebouwd. Hoe is het met de scholen gesteld in Amstelveen? Er vindt inderdaad aardig wat nieuwbouw plaats. Het is ook goed om te zien, kunnen we ook aan het binnenklimaat werken, kunnen kinderen zich weer concentreren en dan kunnen we weer voorlopig vooruit. Hoe bijzonder is deze dag voor u? Geweldig. We hebben er echt heel lang op gewacht en we zitten toch in een gebouw wat erg veel onderhoud behoeft. En waar we eigenlijk continu bezig zijn om het overeind te houden, om het zo maar te zeggen. Dus als je kunt dan u daar een voorbeeld van geven? Oh, nou, bijvoorbeeld, heel concreet is de riolering die we volledig hebben opnieuw moeten aanleggen voor een heel stuk. Heel concreet is dat we zeg maar een muizenprogramma hebben. Ieder vakantie door wordt de hele school doorgenomen om de muizen weg te halen. Ja, het zijn vrij primitieve situaties. En dan natuurlijk het enkel glas en noem maar op. Dus we zijn heel blij dat we bijkomen wat dat betreft. In onze tijd aankomen, zou je kunnen zeggen, met de kwaliteit van een nieuw gebouw. Wat op zich natuurlijk heel goed aan alle normen voldoet. Daar zijn we gewoon heel erg gelukkig mee. Kunt u vertellen hoeveel leerlingen er komen? Ja, nou, je hebt dus zeg maar de Montessori, die heeft ongeveer 200 leerlingen. De Parcel heeft ongeveer 235 leerlingen. Dus het gaat inderdaad om een kleine 450 leerlingen. Daarbij zijn we toch vrij snel groeiend. Dus ja, we verwachten zeg maar dat het snel zal oplopen. Maar als de klassen vol zijn, zijn ze vol. Dan moeten we naar andere mogelijkheden kijken. Wat ga je vandaag doen? Ik ga niks doen. En waarom ben je hier? Voor de paal. Vind je het spannend voor je school? Ja. Ja, het lijkt me ook wel heel leuk om een nieuwe school te hebben, want nu hebben we zo'n oude, lelijke, vieze school. Is het zo erg? Ja. Heb je er een beetje zin in vandaag? Ja, maar ik vind het wel heel jammer dat Bas straks onze oude school weggaat, want die vind ik ook wel heel leuk. En waarom? Omdat die voor herinneringen zitten van de onderbouw en de middenbouw. 2, 3, 4, 5!